De Renault Twingo is op dit moment de ene best verkopende auto van Nederland. En waarom is hij dat? Hij is zowel als benzine als diesel BPM-vrij en MRB-vrij te rijden, oftewel goedkope aanschaf en goedkoop rijden. We hebben bij de importeur een gefacelifte versie opgehaald. Een Don't Adjust Your TV set. Hij is niet echt mannenkleurtje, fuchsia. We gaan vandaag speciaal letten op twee dingen. Van ontstijgt hij het niveau stadsautootje en kan hij de concurrentie met de nieuwe Fiat Panda en Volkswagen Up aan. Als je het over de Renault Twingo hebt, dan moet je ook een stukje geschiedenis bijhalen. Want namelijk de eerste Twingo, die maakte juist indruk omdat het zo'n guitig autootje was. Van buiten de leuke kikkerogen en van binnen gewoon een heel strak dashboard met wat kleuraccenten. En in het tweede model, die heeft 14 jaar na de introductie van de eerste, in 2007 kwam pas de tweede, dat was een veel normaler autootje en lang niet meer zo guitig als de eerste. Twingo heeft eind 2011 een facelift ondergaan, dus uiterlijk is hij wel bij de tijd. Maar het geldt helaas niet voor de veiligheid. De laatste keer dat de Twingo gecrashtest is, dat was in 2007, zo'n 5 jaar geleden, toen haalde hij maar 4 sterren. En dat kwam er vooral uit van dat de inzittenden bij de knieën en de bovenbenen gewoon grote kans hadden op letsel tegen dat harde plastic aan. En ook een puntje veiligheid is, heel simpel, de toeter. Want in een noodsituatie moet even iemand attenderen, dan wil je dus hier zo op het sturen drukken, maar er gebeurt niks. Het toetertje zit hier links op de stengel. Dat is gewoon niet te vinden. En als laatste over de veiligheid, maar dan hou ik erover op. Een remassistent, heel positief, is wel standaard. Dus bij een noodremming, je gaat naar het pedaal toe, dan is de volle remdruk al gelijk beschikbaar. Maar heel negatief, dat elektronische stabiliteitscontrole gewoon niet standaard is. Dat moet je erbij kopen, een zogenaamde pak securité. En dat kost je €500. En is de Twingo nou echt ruim van binnen? Nou, het valt voorin wel wat tegen, want zeker op schouderhoogte is hij niet al te breed. Ga ik even demonstreren samen met Bram, ook een stevige kerel net zoals ik. We gaan een stukje rijden. En niet alleen die breedte valt best wel tegen, maar ook gewoon die stoelhoogteverstelling. Die zit er wel op, maar je kan alleen van veel te hoog naar nog steeds te hoog. En verder over het comfort van die stoelen. Het zitgedeelte is gewoon te kort voor als je wat langere benen hebt. Een ideale stuurpositie in de Twingo? Nou, dat gaat ook niet echt lukken. Want het stuur, dat is alleen in de hoogte te verstellen. En dat kan je niet naar je toe halen. En daardoor is het zo, van als je nou op de goede afstand van het stuur zit, dan zit je gewoon weer veel te dicht op de pedalen. En achterin, nou, kijk. Dat valt gezien zijn klasse. Valt het best mee. Sterker nog, je kan het vergroten door die achterstoel naar achter schuiven en kijk, beenruimte. Voor zijn klasse heeft de Twingo best een grote achterbak. Dat is in normale toestand al 210 liter, oftewel koffertjes gaan er makkelijk in. En je kan hem zelfs nog vergroten door die achterstoeltjes wat naar voren te schuiven. Maar dat gaat natuurlijk wel ten koste van de beenruimte achterin. Onder de motorkap van de Twingo is het altijd fiscaal vriendelijk. In dit geval hebben we het over een 1,5 liter dieselmotor die 85 pk en 200 Nm trekkracht levert. En hij is zo zuinig dat je de komende 2 jaar geen motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen. Nou, we rijden nu op de snelweg en we gaan over van het 100 km per uur gedeelte naar het 120 km per uur gedeelte. Dus we gaan even lekker door accelereren. En dan merk je echt van, die Renault Twingo is geen snelwegtijger. En die stoelen, daar hebben we het net over gehad. Dat op de lange afstand is dat echt oncomfortabel. En dan nou moet je horen die herrie van die achteras. Dat hoort echt gigantisch. Je hoort de banden, je hoort die achteras. Ze zijn gewoon de isolatie gewoon vergeten. De zuinigheid dan. De fabrikant beweert bijna 1 op 30. Nou, we hebben nu in de praktijk zo'n beetje rond 1 op 20 gehaald. Dat is wel een flink verschil. De conclusie. Kan je nou een nieuwe auto rijden voor weinig? Dat kan, zeker met deze Twingo. Want vanaf 9 mil heb je de benzineversie, wel ESC bijbestellen natuurlijk. En vanaf 11 mil de diesel. Dan heb je een auto die is geknipt voor de korte ritjes, maar 3 keer per jaar naar Spanje, zou ik niet doen.
Thank you.